President Chandrika Prasad Santokhi en First Lady Melissa Santokhi Sinacheri zijn gisteren samen met hun delegatie aangekomen in New Delhi, India. De president is ontvangen door de chef protocol van het ministerie van Buitenlandse Zaken van India. Voor zijn vertrek, en dat is op 5 januari, liet Santokhi weten dat het bezoek aan India meer zal zijn dan wat op programma is gezet. Nu is de fase aangebroken om de samenwerking tussen Suriname en India een nieuwe dimensie te geven. Los van het feit dat je officieel uitgenodigd bent om deel te nemen aan een officieel programma, want het is een heel uitgebreid programma, het is een heel strak programma in verschillende steden, denk ik dat het belangrijk is dat je ook in deze fase gelet op de positie van Suriname, waar we zitten met de financiële crisis, een paar issues gaat bespreken. Ook mede tegen de achtergrond dat India voorzitter wordt van G20. Dat geeft eraan dat India dan ook toegang heeft tot de wereldmachten. Dat je issues op de agenda kan krijgen. Dingen die te maken hebben met de wereld. Global issues zoals climate change, klimaatverandering en de effecten waarmee wij als regio geconfronteerd worden. Maar ook hoe wij financiering zouden kunnen krijgen. Daarnaast zitten we met ons eigen land met een paar issues die we opgelost willen hebben. Dat is namelijk die schuldherschikking is belangrijk. We willen dat de projecten die geïnitieerd zijn goed uitgevoerd worden, want die liggen allemaal stil als gevolg ook van de schuldherschikking die nog niet gekomen is met India. Maar we willen ook nieuwe projecten initiëren. En aan de andere kant willen we ook India meenemen in de samenwerking met CARICOM. Santokhi zegt dat de focus gericht zal worden op verdere versterking van de politieke samenwerking. Daarnaast kijkt hij ook uit naar een schuldherschikking met India. Er zijn voldoende mogelijkheden om nieuwe projecten met India te initiëren, evenals mogelijkheden om in aanmerking te komen voor fondsen. En dat zijn grenzen ter waarde van $50.000 per project. Dus wat dat betreft denk ik dat voor ons als land, met name tegen de achtergrond van die ernstige financiële crisis waarin we zitten. 2, het IMF-traject dat we moeten bewandelen naar medio maart. Dat het bijzonder belangrijk is dat we die herschikking van India krijgen binnen die window van het IMF-traject. Maar 2, dat met die schuldherschikking we extra financiële injecties gaan krijgen om projecten uit te voeren, om te investeren in de ontwikkeling. Om te investeren in de productiesector, in de agrarische sector en zoveel andere sectoren die geïdentificeerd zijn. De president zegt dat een samenwerking tussen twee landen niet alleen bestaat op het niveau van regeringen, maar ook tussen de parlementen, wat ten goede zal komen aan de bevolking.